Dick Helsdingen en zijn leerlingen van de Technische School Horen hebben voor u een maaltijd bedacht voor de dagen na kerst. Op basis van wat u in de afgelopen dagen heeft overgehouden. De samenstelling is als volgt. Pilo rijst met de goede Noël en als nagerecht bosnaflensjes. Wat moet er gebeuren? Dat flensje moet koud zijn. Dus de leerlingen laten nu even zien hoe ze het flensje hebben gebakken. Het is de bedoeling dat het flensje zo dun is dat u er bij wijze van spreken, zoals deze leerling had zien, onze Sandra, dat je er doorheen kan kijken. U ziet hier het sap van de bessen, licht gebonden met maizena. Laat het even zien. Het kleurtje moet natuurlijk wel de kersenkleur blijven houden. En we hebben dat iets aangelengd met een klein beetje sherry brandy. Een klein scheutje sherry brandy en dat is ruim voldoende om een lekkere smaak te krijgen. Het restant van de bouillon nu eventjes, u ziet het, dat is eventjes gezeefd. En dat doet deze juffrouw, onze Maaike, nu eventjes in een pannetje. Dat gaat ze opwarmen. Zij gaat nu verder met de pilafrijst. Dat wil zeggen, ze neemt een stukje boter. Dat gaat ze tot 80 graden Celsius zo'n beetje, dus niet laten uitbruisen helemaal. Gaat ze dat verwarmen, dus verhitten. Dan moet daar een fijn gesneden uitje in. Nou moet je erop letten vooral dat de uitjes niet kleuren. Dus niet, het mag niet harder gaan. Je moet dat een beetje die 80 graden Celsius proberen aan te houden. Die is gewassen, die rijst. Niet naast. Ja, er mooi in. Die ga je toevoegen en dat ga je even ronddraaien. Eventjes nog wat even doorwarmen. Nu is die rijst is koud. Die wordt niet door. Verspateld, ziet u, een klein beetje currypoeder, dat mag er nu bij. Jij doorspatelen, dat die curry zich meedeelt aan alles, alle korreltjes. Even goed doen, doe maar, het is je moeder niet. Ja, kleuren, goed zo. En dat is de bedoeling, dat dat gewoon een kwartiertje op een plaat blijft staan van ongeveer 150 graden Celsius. En het hoofdgerecht bestaat uit een mengsel van wat u heeft overgehouden aan blokjes vlees. Daar maken we in een speciale bewerking een heerlijk ragoutje van. Een soort, zeg maar, jachtschotel, maar dan op een manier die u misschien nog niet kent. We gaan nu beginnen aan het roux te maken. En een roux, dat weet u, dat is een combinatie van boter en bloem. Normaal in de verhouding 50-60. Op dit moment doen wij liever 30-40, omdat met dat perensap zometeen krijg je een heel andere binding. Hij is nu de boter aan het verhitten. Even wachten natuurlijk dat het vocht een beetje uit de boter is verdwenen. Dat noemen we dan het uitbruisen. En dan gaat het uitje erbij. Ja. Bas die doet de bloem erbij. Ja, ik beschik natuurlijk over enorm veel personeel hier. U in huis niet, maar u kunt het ongetwijfeld zelf veel beter. Laat even zien. Ja. Als u dus de roux ronddraait, moet hij dus als één balletje aan elkaar zitten. En hij moet van de bodem af zijn. Dan op dat moment zegt hij, nou gaat hij nog eventjes op het vuur om de bloem verder door te garen. Dat in verband met de binding zo meteen. Eventjes. U moet het maar langzaam doen, want als u het te snel doet, dan krijg je weer de scheiding van bloem en boter en dan krijg je een hele vetlaag. Die componenten, die twee die bij elkaar moeten, het perensap namelijk en de bouillon, dan moet één van die twee componenten moet dus koud zijn. Dus in dit geval, nu is de roux dus heet, dan komt er dus koude bouillon bij met perensap. Ja? Er zit wel smaakstof in. Ja, goed, maar ronddraaien. Klaar. Nou, de helft van je bouillon. Nou, de helft van je bouillon erbij. Eerst de helft. En waarom de helft? Omdat u zo meteen kunt zien hoe de binding is. Ja, zo. U ziet al dat het meteen gaat binden. Het voordeel van dit. Cayennepeper. Daar moet u voorzichtig mee zijn, een klein beetje, want dat is bijzonder scherp. En u zou al gauw het gerecht te zeer laten overheersen door een scherpe smaak. Klein beetje mosterd, ja.
Ziet u het roetje, wat ondertussen wat een goedje mee geworden is. Daar gaat dus het restante vlees, wat het ook mogen zijn, gaat hier gewoon in. Al niet aangevuld met wat champignons als u dat heeft, dat kan altijd natuurlijk. Het jus van het vlees, de glas die we ervan hebben, die gebruiken we dus hierbij. En die gaat samen met je roet en je perensap, vormt dat een heerlijke combinatie. En als het totaal klaar is van het hoofdgerecht, dan is dit de combinatie. De restante vlees in een ragoutvormpje, dat kunt u inderdaad nog met wat champignons verder afmaken. Er zit nog wat champignons erbij. Dan de pilafrijs, dus gekookt in bouillon met wat kruiden. En de Westfriese peertjes, daar ontkomen we natuurlijk in West-Friesland niet aan. Het is bijna een etiket van de keuken uit West-Friesland. Nou is het de bedoeling dat we hier met wat sap van de kersen die we gebonden hebben, een klein scheutje sherry brandy. Dat kunnen we mengen. Hierbij doen we de kersen. Uiteraard zijn dit dus conserven, dus kersen uit blik of uit een potje, u weet het wel, u kent dat wel. Nou is het de bedoeling dat we dus deze mengsels bij elkaar doen. Eventjes rondspatelen. De poedersuiker had u, ja. Nou, dan vult u nu dit flensje zo. U slaat hem één keer dicht, gaat de gang weer. Detlef Jens zal het flensje eventjes voordoen. Eventjes vullen in het midden, zo. Doe maar, helemaal overheen die strip. Juist. Eventjes goed verdelen. Nou, dan mag u hem nu dus dicht doen. Zo, eventjes. En dan krijgen we wat poedersuiker. Ga je gang. Eén kerstje hebben we die nog over? Nee, hebben we nog één kerstje? En dan kunt u nagelang u zelf wilt één of twee kerstjes doen. En als garnering nog eens een kerstje bij. En u ziet het. En laat onze gourmet meneer Van Hinten nog maar een keer deze combinaties ook proeven. Het is gewoon lekker.